De bibliotheek West-Achterhoek in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Doesburg hoeft van de gemeente Bronckhorst in 2013 geen ruime 125.000, maar 78.000 euro te bezuinigen. Dit bleek uit een herberekening van de indexering. Er hoeft nu geen vestiging van de bibliotheek te sluiten. Toch is de bibliotheek voorlopig nog niet uit de problemen met het bedrag dat ze moeten bezuinigen. De stations op de lijn van Arnhem naar Winterswijk worden vernieuwd door ProRail. Zo krijgt station Doetinchem een breder middenparon, worden sporen die niet meer worden gebruikt verwijderd en krijgen stations nieuwe bankjes, reisinformatie, staasteunen en wachtruimtes. Ook komt er een optelspoor waar s'nachts een trein gestald kan worden. Ook de provincie Gelderland betaalt mee. Er is 100.000 euro nodig om de buslijn tussen Doetinchem en Emmerik te realiseren. Aldus Gerard van Balveren, wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek. Dit is nodig om de bus drie jaar lang elk half uur te laten rijden. In totaal is er 1,2 miljoen euro nodig. 1,1 miljoen euro is al gereserveerd voor het project. De provincie Gelderland wil om de tafel met de regio Achterhoek en naar acht gemeenten om de bevolkingskrimp. De gemeenten proberen zo de provincie te confronteren met de bevolkingskrimp en financiële hulp te krijgen. Dat was tot dusver niet gelukt. De eerste bijeenkomst staat gepland na de zomer in Winterswijk.